Het Elisabeth II Steden Ziekenhuis heeft een nieuwe gezamenlijke patiëntenkrant die in de regio Midden-Brabant verspreid wordt. Voorheen hadden de ziekenhuizen elk hun eigen krant, maar na de fusie van de ziekenhuizen worden nu ook de kranten samengevoegd. De nieuwe krant krijgt de naam Elisabeth II Steden Ziekenhuis in beeld. De patiëntenkrant informeert de bezoekers en de patiënten over allerlei activiteiten die het ziekenhuis ontwikkelt en ontplooit. We komen vanuit magazines. Beide huizen hebben in het verleden een magazine uitgebracht. Maar we wilden heel graag een breder publiek bereiken met de beide huizen via de krant. Dus zijn we uiteindelijk gekomen tot een krantverspreiding. De krant zal 3 keer per jaar verspreid worden, waarschijnlijk in april, juni en in oktober. Wij verspreiden de krant dus huis aan huis. Hij is bijgesloten bij de huis aan huis kranten zeg maar, in de regio. Dat is voor Tilburg het Stadsnieuws en voor Waalwijk de Maasroute. En dan wordt hij nog verder ook verspreid bij de huis aan huis kranten in de betreffende regio. We hebben ongeveer 200.000 huishoudens die we bereiken met de krant. Daarnaast verspreiden we de krant ook in de beide huizen intern, op de polyklinieken en dergelijke meer. De bedenkers van de krant vinden het erg leuk om reacties te krijgen. Dit kan persoonlijk of via de mail bij het Elisabeth en of het Twee Steden Ziekenhuis. We zijn dus erg benieuwd naar de reacties van onze patiënten. Het is natuurlijk nu een andere opzet. Zij zijn gewend om een magazine in huis te krijgen en nu hebben zij een krantenkatern ontvangen. En wij zijn heel erg benieuwd wat de patiënten daar nu van vinden.